68 en 69 ging mijn man ook naar tentoonstellingen en op en naar veilingen. En daar heeft hij dan werken van Jan gekocht. Hij vond dat heel mooi. En Jan wist wel graag wie dat zijn werken kocht. En zo zijn we ermee in contact gekomen. En toen dachten wij van een tentoonstelling te doen. En dan hebben we aan Jan gevraagd of dat hij bij ons wilde tentoonstellen. Dat was onze eerste tentoonstelling in 1970. En hij was daar direct enthousiast over. En ja, zo hebben we dan Jan leren kennen, Peter leren kennen. En wat heeft hij bij jullie tentoongesteld? Alleen schilderijen? Schilderijen en dan ook enkele keramiek borden. Borden. Ja. En een twee vazen geloof ik, ja. Of zoiets. Mm-hmm. En dan kwam Jan zaterdag en zondag, dus de weekenden, weekenden waren wij open, kwam hij bij ons thuis. En het was een hele gezellige, ja. Van alles vertellen en zo. En dan bleven we 's middags eten. En dan nadien waren we allemaal samen in de tentoonstelling. En Jan heeft daar, die heeft daar alles verkocht. Dat was heel, heel blij. Want hij had nog een afbetaling te doen en... Hij was daar heel enthousiast over en dat was echt een groot succes. En welke mensen kwamen er dan vooral kijken en kopen? Waren dat relaties van u of was dat wat ook? Relaties van Jan en dan ook relaties van ons en van het dorp en zo en het dorp daarnaast. Alleen wij hadden in de buurt helemaal zo de Ruppelstreek, want er was heel, heel veel volk toen. Heel veel personen die het allemaal wilden zien. Het werk van Jan en dan ook de galerij. En is er nog een tweede tentoonstelling geweest ook bij jullie, met werk van Jan Cox? Nee. Nee, één tentoonstelling. Nee. Ja. Maar dan is mijn man ook verschillende keren bij Jan thuis geweest. En ja, ik ben dan ene keer mee geweest. Normaal zouden we de donderdagavond gegaan hebben, maar door omstandigheden dat we met veel werk nog zaten, hebben wij verwisseld en 's woensdagavonds zijn we dan naar Jan thuis geweest. En daar heeft mijn man toen ook enkele schilderijen gekocht. Ja. En dan Jan. En dan Jan. De dag daarna is hem dan vermoord, eigenlijk een dagje. Daar, de dag vrijdag hebben we dan vernomen dat Jan vermoord is. Jullie hebben nog vernomen voor de pers eigenlijk, want dat hebben jullie dan van de buren gehoord of zo? Ja, van... Ja, iemand... Ja. Ik kan niet meer zeggen wie, maar iemand die gebeld heeft. En je zei ook dat er iemand bij was in Schelle die zoals zijn zaken behartigde? Ja. Wie was dat? Dat zou dan die Cécile geweest zijn, die daarmee op de foto staat. En wat deed hij dan precies voor hem? Ja, zo het zakelijke een beetje. Ook het zakelijke? Het zakelijke. Ah, ja. Ja, kunstenaars die houden zich bezig met hun werk en die kunnen erover babbelen en zo, maar het zakelijke, daar hebben ze gewoonlijk dan... Die maakte dan facturen ofzo, of die maakte lijstjes? Ja, ik denk dat die zo wat de administratie... Want die mevrouw Van Goetem, die hielp hem ook wel voor een stuk, denk ik. Ja, die... Maar dan misschien meer huishoudelijk, of... Dat denk ik wel, want die was er heel, heel erg mee bevriend, ook mee aan. En haar man ook, Frans? En haar man ook, ik weet niet meer. Frans Van Goetem. Ja. Daar hebben jullie nooit iets van gekocht? Nadien hebben wij van mevrouw Van Goetem ook nog... enkele dingen. Maar van Jan Cox dan? Van Jan Cox? Nee, maar... Want haar man was ook schilder, hè? Van haar man hebben we nooit iets gekocht, maar wel dan nadien van mevrouw Van Goetem
En we hebben nog enkele dingen gekocht van Jan. Ja. En waar gingen de gesprekken dan zo over met Jan Cox als ze bij jullie aan kwam eten? Ja, over wat praten nu allemaal over ja, vroeger en hoe dat, dat allemaal hoe dat hem begonnen is en als kind. En, ja, weet u daar nog verhalen van? Oh. Hij vertelde altijd een verhaal, ja, dat was altijd heel, ik ken dat allemaal nu niet meer direct zo, maar naar voren brengen. Maar wat was de sfeer van die verhalen? Heel gezellig, heel aangenaam. Van artiestenverhalen? De academie of zo? Artiesten, wat dat ze allemaal meemaken. Een beetje zijn leven dat hem uitlegde, waar dat hem graag over babbelde. Ja. En over zijn werken. Hè. Over zijn modellen heeft hij daar ook over gesproken. Niet bepaald zo direct, de kunstenaar heeft graag modellen en dat hem graag het vrouwelijk schoon zeggen, dat was ook wel waar. Hè, ja. Dat blijkt ook uit zijn schilderij natuurlijk. Ja, dat blijkt uit zijn schilderijen. En ja, dat is normaal, hè. Ja, daar. Maar ja. En als u hem nu zou mogen omschrijven in zo'n paar zinnen, zo van, hey, wat voor een man was het eigenlijk? Een hele open, sociale man. Vriendelijk. Een warme man. Het was, er straalde wel een warmte aan, zo. Ja. En hoe schat u hem in als kunstenaar? Ja, ik vind Jan, ik heb het altijd gevonden, dat een grote kunstenaar, in mijn ogen. Dat is Jan een grote kunstenaar. En dat besef had u toen ook al, in 70? Ik heb zijn werk en dan zijn keramiek altijd heel graag gezien. Ik vond het een grote kunstenaar. En wat was het de indruk van het atelier als ik daar dan kwam, voor de eerste keer dan? Ja. Ja, een kunstenaar, ja, die heeft daar van alles staan, hè. En, daar ligt wat en daar ligt wat. Dat stond helemaal vol. Ja, het stond vol. Ja. Schilderij. Maar ja, een atelier van een kunstenaar. Graag niet op uitgekeken. Nee, daar graag niet op uitgekeken. Ja. Er zijn zoveel dingen waar je kunt naar alles tegelijk niet kijken, maar dat was daarin wel een sfeer zo. Een heel warme sfeer. Ja.